hier op Hoogkaterijnen in Utrecht. De pers is uitgenodigd om vandaag te zien hoe een bijzonder deel van de operatie, het laten zakken van een vloer van een kantoor, uitgevoerd wordt. Menno Overtoom, de projectdirecteur die belast is met de herontwikkeling van Hoogkaterijnen, die staat naast me. We hebben allebei een hele mooie roze muts op. Daarvan is gezegd dat moet natuurlijk op de bouw. Maar ook om, het is roze omdat dat de kleur van het hele project is, hè, de vernieuwing. Dus zeg maar een stukje huisstijlkleur van het nieuwe Hoogkaterijnen. Ja, dat klopt inderdaad. We hebben gekozen voor roze, zeg maar, als een soort steunkleur in de hele communicatie tot op heden. En we hebben van onze aannemer, de BAM, als een soort cadeautje. Bij de ondertekening van de aannemerovereenkomst hebben we een stuk of 50 van deze roze helmen gekregen met het Corio logo erop. En die zetten we dan ook met trots op, want het is een mooi project. Nou, over kleur en smaak valt niet te discussiëren, dus daar laten we het maar eventjes bij. Er wordt zelden één gestolen, kan ik vertellen. Dus wat dat betreft wil niet iedereen het blijkbaar eentje op. Goed, dat is duidelijk. Even over deze ingreep. Er wordt hier in een bestaande kantoorsetting een verdiepingsvloer ruim 40 centimeter naar beneden gehaald. Om daarmee aansluiting op het winkelgebied mogelijk te maken. Waarom moet dat gebeuren? Want er zijn toch ook wel winkels die het leuk vinden dat er juist een verdiepingje in hun winkel zit. Ja, dat klopt. Een verdiepingje kan geen kwaad. Maar we praten hier over een vloervlak van 1500 vierkante meter. Dat is gewoon heel erg groot. En we weten ook dat consumenten het heel fijn vinden om drempelloos eigenlijk vanuit een passage naar een winkel toe te stappen. En dat bereiken we nu door deze vloer 40 centimeter te laten zakken. Ja. Tot zover eventjes over deze ingreep. Het is natuurlijk een onderdeel van een hele grote meerjarige operatie. Heb jij als projectdirecteur nu het gevoel dat er schot in begint te komen? Ja, absoluut. Kijk, we zijn natuurlijk 1 december 2009 begonnen met de bouw van de Vredenburg. Het grote woon-winkelcomplex op het Vredenburgplein, hier vlakbij. We zijn april 2010 gestart met Singelborg, eigenlijk het project waar we nu in staan. En we zien het eigenlijk als een trein die in beweging is gekomen en pas weer gaat stoppen op het moment dat heel nieuw Hoogkaterijnen gerealiseerd is. En je merkt ook dat dingen vanzelfsprekender gaan, hè, wat makkelijker gaan. Je merkt dat je duidelijk uit de fase bent van contractering en de hele aanloop, hè, die natuurlijk heel lang heeft geduurd hier in Utrecht. En het feit dat we nu begonnen zijn, dat schept een nieuwe dynamiek en ook een kader, zeg maar, waardoor je wat makkelijker vooruitgang boekt. Ja, dynamiek, dat is allemaal duidelijk. We zijn hier net ontvangen als pers op jullie onlangs betrokken nieuwe kantoor. Dat wil zeggen, het is een bestaande kantoorsetting. Maar Corio heeft ervoor gekozen om nu bovenop zijn grootste Nederlandse project te gaan zitten. Ja, dat klopt inderdaad. Wij zijn naast eigenaar van de winkels in Hoogkaterijnen ook eigenaar van het grootste deel van het kantoorvolume hier op deze plek. En we vonden het een heel leuk idee om eigenlijk op ons grootste project in Nederland, sowieso qua winkels nu, maar ook qua herontwikkeling, om daar eigenlijk midden tussen te zitten. Het is toch een hele spannende periode natuurlijk met bouw en overlast en dat soort zaken. En we dachten, het is een uitstekende locatie. Maar ook vanwege het feit dat die herontwikkeling gaande is, vond het een goed idee om daar ook bij te gaan zitten. Nog eventjes voor de retailers onder de kijkers straks. Deze ingreep, hoeveel winkelmeters levert dit op? Nou, je hebt natuurlijk kantoorgebouw Singelborg. Daarnaast heb je de passage die hier net buiten loopt. Alles bij elkaar is ongeveer 4.500 vierkante meter winkelvloeroppervlak. Wat volgens verwachting begin 2012 beschikbaar is. Ja. Dat betekent dus beschikbaar is, dus dat er een winkel in kan trekken tegen die tijd. Is er al een partij op het oog? Nee, we zijn met meerdere partijen aan het spreken. Ook het verhuren, zeg maar, is natuurlijk een gecompliceerd proces. Maar de plek is goed. De plek is natuurlijk bekend. We weten van heel veel ondernemers dat ze graag of willen zitten in Hoogkaterijnen of groter willen in Hoogkaterijnen. Dus dat gaat prima lukken. Ja, het is een goede plek, hè? Want hij ligt aan een van de twee hoofdassen die straks hier voor de consument te vinden zijn. Ja, klopt. Hier net buiten het pand loopt straks de noordelijke Golden Mile, zoals we die noemen. Een van de twee hoofdassen door Hoogkaterijnen 1. En eigenlijk de plek waar we nu staan, die ligt daar straks dus ook aan. Dus dat is echt een gouden locatie. Ja.
Nu viel het me daarnet op toen je voor de verzamelde pers je inleiding gaf dat je de term Mall of the Netherlands bezigde. Ik kan me herinneren, wij hebben op jouw kantoor, ik meen begin vorig jaar, hebben we ook een gesprek gehad over hoe het allemaal ging worden. Heb je prachtige artist impressions laten zien. En toen kwam dat ook wel ter sprake, hè? Mall of the Netherlands. Zo zien jullie dat echt, Hoogkaterijnen als de Mall of the Netherlands? Ja, wij vinden, kijk, als je kijkt naar de locatiekwaliteiten die Hoogkaterijnen heeft, die zijn uniek. Hè? Midden in het land, midden in Utrecht Centrum, prachtige oude binnenstad. Hele goede locatie van Hoogkaterijnen, ingeklemd tussen die oude binnenstad en het station. Gewoon een heel sterk marktgebied, hele sterke locatie. Dat zie je eigenlijk ook aan het functioneren nu. Hè? Het complex is ruim 35 jaar oud. Is natuurlijk her en der best wat op aan te merken, maar functioneert nog steeds uitstekend. Wij denken alleen dat dat nog veel beter kan. En vandaar de werktitel Mall of the Netherlands. Of dat zo blijft, weet ik niet, maar voor dit moment voldoet hij. En het geeft in ieder geval op dit moment een goede ambitie weer.